Is deze dierbaarder dan de eerste? Ja, zeker. Waarom? Nou, ten eerste omdat die van echt zilver is. Die andere niet? Nee, ik denk bij de eerste was ik... dat was in 2015. Toen was ik in Teheran. Toen ben ja? We wisten niet wie er zou gaan winnen. En ik kon niet terugkomen. En toen later heb ik begrepen wat een impact zo'n prijs heeft. Want erkenning van alle tv-critici in Nederland is een hele hoge erkenning. En nu wist ik dus hoeveel me waard was. Was ik super zenuwachtig vandaag. En we hadden hele goede concurrenten. Dus toen, Renate zei onze. En toen wist ik het al. Toen riep ik yes. Ja. En was ik echt heel blij. En ik ben blij voor mezelf. Maar ik ben ook voornamelijk heel blij dat zoveel mensen in Nederland hebben gekeken naar een onderwerp als Afghanistan, wat toch heel ver van je vandaan staat. Uit het nieuwsbeeld is verdwenen. Ja. Is dat ook de reden waarom hij die prijs voor de tweede keer, maar dan nu dus voor deze serie, heeft gekregen? Omdat Afghanistan uit het nieuws begint te raken. Nou, heeft dat meegespeeld? Nee. Ik denk dat voor ons Afghanistan veel meer tot leven is gekomen door de serie. Dus dat iedere flinter nieuws die ik nu hoor over Afghanistan, die relateer ik aan beelden die ik gezien heb. Het zorgt voor heel veel bewustwording. Was het bij jullie in de jury evident dat hij zou moeten winnen? Je mag niet uit de school klappen over de jury. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen... heel veel mensen waren het ermee eens. Ja. Dit was echt, wilde zeggen, by far. En ja. Dan doe je de andere genomineerden dan weer geen recht mee. Want die waren wel de grootste uit drie fantastische nominaties. Ja. Het is de concurrentie bepaalt iedere keer. Maar als je dit gezien hebt... Bijna ook oneerlijk hoe het gaat. Maar.